de congreshal zijn vanmorgen honderden personen gedecoreerd voor de verdiensten die zij verrichten voor land en volk. Deze decoratieplechtigheid wordt elk jaar aan de vooravond van de viering van de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname gehouden. Volgens president Desiré Boutersen is Suriname als jonge natie geen uitzondering wanneer het gaat om uitdagingen die zij op haar pad naar volwassenheid meemaakt. De wilskracht om op eigen benen te staan gaat namelijk gepaard met bijbehorende groeipijnen, zei hij. Het is volgens de president dan ook logisch om bij het memoreren van gebeurtenissen die zijn geweest ook stil te staan bij de weldoeners. Deze weldoeners zijn door het staatshoofd zeer bemoedigend toegesproken. Volgens hem gaat het om mensen die zich op een uitzonderlijke manier dienstbaar hebben gemaakt. U bent, mede dankzij uw karakter en wilskracht, in staat om op bijzonder wijze om te gaan met situaties die vaak als onaangenaam worden aangemerkt en worden ervaren. Door uw levenshouding onderscheidt u zich van anderen door te bewijzen dat geen enkel voorval onoverbrugbaar is. Voorts bezit u enkele van de volgende typische kenmerken. U bent doortastend in het welzijnswerk. U biedt een helpende hand of u heeft een luisterend oor naar uw medemens. U speelt een bijzondere rol in verschillende buurten en in diverse organisaties. U zorgt voor anderen. U werkt mee aan de vorming van onze jeugd. En u doet er alles aan om het negatieve om te zetten in het positieve, in het belang van het grotere geheel. Uw overeenkomst met elkaar is uw liefde voor uw naaste en uiteraard ook uw liefde voor Suriname. De decorandi zijn geëerd met onder andere de eremedaille in zilver en goud verbonden aan de ereorde van de Palm. Een aantal personen is benoemd tot ridder in de ereorde van de Palm en van de Gele Ster. Voort zijn enkele Surinamers benoemd tot officier in de ereorde van de Palm en de Gele Ster. Een aantal is ook benoemd tot commandeur in de ereorde van de Gele Ster. De hoogste onderscheiding viel te beurt aan de oud-politicus Willy Sumita, die zich verdienstelijk had gemaakt ten tijde van de burgeroorlog. Hij is benoemd tot drager van het groot lint in de ereorde van de Gele Ster. President Boutersen verklaarde waarom Sumita deze onderscheiding heeft ontvangen. Maar waarom zeg ik, waarom bent u vandaag hier? En waarom bent u een voorbeeld voor Willy? We schrijven geschiedenis. En een van de zaken die u en anderen gedaan heeft, terwijl de kolonisator ons heeft opgezet en we tegen elkaar, families tegenover families, vrienden tegenover vrienden, honderden mensen hebben de lief gelaten in de vuile oorlog, honderden mensen, tientallen kinderen, vaderloos, moeder, vader verloren, moeder verloren, broer verloren, neef verloren. En u en anderen waren de voorvechters van het vredesproces. En u hebt gezeten en u hebt gezegd, en we blijven hier zitten tot de zon opkomt, maar wij moeten dit beëindigen. Er is een hele commissie die mij hebben gevraagd. In de instantie heb ik gezegd, laat me even naar mijn religieuze overtuiging nagaan. Toen ik dat nagekeken heb en ik aanvraag wat dan is het mogelijk. En toen heb ik die onderscheiding wel geaccepteerd. U heeft het geaccepteerd. Ja, ja. Ja. Er was geen twijfel van, zal ik het doen? Want ja, er waren ook verschillen in het verleden. Al die zaken hebt u achter u gelaten. Ja, maar wil ik zeggen, mijn bescheidenheid heeft mij ertoe bewogen om even na te denken. Dat is alleen maar vanwege mijn bescheidenheid. Ja. Maar twijfel, voor geen enkel moment is er twijfel in mij. Het is een nationale zaak
Als men praat over de vrede, heb ik de vrede niet voor de Javanen of de Kroaten. Ik heb de vrede voor land en volk gedaan. En ik heb ook in dat geval heb ik niet geaarzeld, ja, om helemaal naar het hoofdkwartier van een van die grote gewapende macht. Op mijn eentje. Dus ik heb geen, ik doe dat niet voor mij en niet voor niemand. Ik doe dat voor de natie en voor het land. Tot zover Willy Sumita, ex-voorzitter van de KTPI, die vandaag de hoogste onderscheiding uit handen van president Boutersen heeft ontvangen, namelijk de benoeming tot drager van het Groot Lint in de ereorde van de Gele Ster.